mannetje zag hem bij, dus die kan ik in mijn vingers pakken. Die patrouilleert de bloemetjes totdat er een vrouwtje is en dan springt hij erop en dan paren ze en dan heeft hij zijn werk weer gedaan. Koos Biesmeijer is de bijenprofessor van Naturalis. Hij houdt zich als ecoloog met name bezig met biodiversiteit en daarmee gaat het niet zo goed in Nederland. Een van de slachtoffers is de wilde bij. In principe in de natuur is het belangrijk om diversiteit te hebben. Dus eigenlijk moet je veel meer soorten hebben. En als je veel soorten hebt, dan krijg je betere bestuiving. Van je appels, van je peren, van je blauwe bessen, aardbeien, noem maar op. Het is een akkerhommel, koningin. Een van de algemeenste hommels die we hebben. En zij heeft de hele winter in de grond gezeten en is nu een nest aan het zoeken. Komend weekend is er voor het derde jaar op rij een nationale bijentelling waar iedereen aan kan meedoen. De resultaten worden gebruikt om in kaart te brengen hoe het gaat met de wilde bijen in Nederland. Kijk, en de kaal grasveld en tegels, daar hebben bijen helemaal niks aan. Want die hebben eigenlijk B&B nodig, bed en breakfast. Dus ze hebben een nestplek nodig en voedsel. En voedsel is het makkelijkst aan te leggen door planten in je tuin te zetten waar bijen wat aan hebben. Op de plekken waar dat al gebeurt, zie je al snel dat het aantal wilde bijen toeneemt. Dat komt omdat we nou eindelijk tussen onze oren hebben wat die bijen nodig hebben en hoe belangrijk ze zijn. Dus dan wordt het gras wordt anders gemaaid, industriegebieden worden ingericht voor bijen en bestuiving. Mensen doen dingen in hun tuinen, gemeentes doen hun groenbeheer anders. Ja. En dat helpt allemaal? Dat helpt allemaal. Dat is het leuke. Bijen zijn geen tijgers of olifanten. Hè? Dus bijen kan je in je achtertuin op een paar vierkante meter kan je goed voor ze zorgen. Het tellen van de bijen in je achtertuin hoeft niet langer te duren dan een half uurtje. Meer informatie is te vinden op nationalebijentelling.nl.